Moeten we het een keer over die voorzetten gaan hebben? Ja, dat mag je doen voor mij. Zegt iemand tegen jou, hey, weet je wat je doet? Altijd links eroverheen, slikken hem er maar in. Maakt niet uit of hij aankomt. Nee, maar vaak komen ze aan. Maar vandaag wat minder. Ja, van de week was het ook vizier niet op scherp. Maar vind je het lekker, zo'n rol? Daar overheen, de hele tijd? Ja, ik vind het wel lekker. Ik heb in de jeugd altijd linksbuiten gestaan. En ik ben een beetje omgeturnd naar een vleugelback, zeg maar. Ik moet zeggen, ik heb juist het idee dat jouw verdedigende kwaliteiten, echt wel, dat je veel en snel stappen maakt daarin. Ja, ik heb eigenlijk vorig seizoen eigenlijk ook één op één eigenlijk geen buitenspeler gehad die mij het moeilijk maakte. Dus verdedigend kan ik er ook gewoon staan. Vond je van de scheidsrechter vandaag? Die had geloof ik een koffer met gele kaarten bij. Ja, jezus man. Volgens mij 6 gele kaarten of zo bij ons. Per minuut. Ja, misschien de eerste wedstrijd wil hij even laten zien van dat hij streng is of zo. Maar, Hij zit er nu wel doorheen en voor de rest van het jaar heb je geen kaarten meer over. Ja, precies. Hij heeft geen geel. Nee, maar ik kwam hem naar hem toe. Ik zeg, hoezo heb ik nou weer geel? Maar hij zei van ja, iets te druistig. Dus ik denk van, dat is wel jammer. Iets te druistig is geel in 2016, hè? Ja? Blijkbaar. Ja, blijkbaar. Nee, maar jammer van die gele kaart. Is iedereen op vakantie geweest? Heb jij zo hard naar de sportschool geweest dat je uit je shirt scheurt? Ja, mijn spieren die hadden wat... Nee, ja, ik weet niet. Die rechtsbuiten die hield me vast en een kwaliteit is niet echt... Nee, nee, maar ja, ik weet niet. Shirtsponsor die is nu een boze brief aan het schrijven. Ja, precies. Nee, maar kan er niks aan doen, toch? En dan eventjes naar Ajax als team. Lastige wedstrijden gehad bij PAOK. Wat staat er nu voor team? Hier ook lang lastig bij die 1-1. Ja, ik denk dat die 1-2 toch wel heel erg lekker is. Toch wel voor de team spirit. En daar ben ik gewoon dankbaar voor dat we toch door zijn. Ik denk dat Peter Bos wat voetballend, dat het wel wat beter wordt. De tweede helft werd het al wat beter. Dat moeten we gewoon 90 minuten vasthouden. En je hebt natuurlijk een andere tactiek. En voor de verdedigers is dat toch extra geconcentreerd zijn. Je moet er zeg maar in groeien. En ik denk dat het nu wel iets beter gaat.